Nu dat het namelijk van FC Groningen. Via Mahi. Komt niet langs de tegenstander en dus weer het balbezit voor Ajax. Afgelopen vrijdag speelden Absalon en Dani ook de lokaal voor de Eredivisie. Toen werd het 2-0 voor Ajax. En nu dus wellicht de revanche voor Absalon. Dan zitten we bijna halfweg in de tweede helft, nog steeds die 0-0 tussenstand. En de bal zit voor